Ook in Flevoland 2050 meepraten, dat kan. Maar waar ligt de beslissing? Dus ik voorzie dan juist dat er weer boeren meer lef tonen om meer land te beheren. We hebben hier landbouw en daar wonen en daar water. Dat gaat door elkaar heen lopen en dat moet elkaar versterken. Want het wordt weer vanuit één oogpunt bekeken. De vraagstukken van morgen moeten we niet oplossen met de technieken van nu, maar moeten we gaan innoveren.